Welkom. Het heeft iets langer geduurd vanwege privéredenen. Ja, sorry dat ik heel kort over zijn. Oh, ga je het nu wel vertellen? Nou, dat denk ik. Ja, maar die is wat het Mike Tyson als aan het rijden is. Oh, brood! Eerste keer superknuffel voor jou. We hebben de Lulu bag in crème gevonden. Voor de tutorial van de make-up of Mary. Mijn leven zonder concealer bestaat niet. Nou, dan de belangrijkste ever. Mijn wenkbrauwen. Er is er een jarig. Hoera! Hoera! Oké. Het is achter, denk ik. Ja. Ik heb nooit zo kut gezeten. Even kijken. Ik zit ook op één stoeltje, halvend eraf te vallen. Dus het is een beetje ongemakkelijk. Echt niet lekker. In China. Punt steekt precies zeg maar in mijn kont. Het is even niet anders. Welkom. Bij onze nieuwste vlog. Het leek net op de Hunger Games. Welkom. Het heeft iets langer geduurd vanwege privéredenen. Ja, sorry dat ik heel kort over zijn. Oh, ga je het nu wel vertellen? Nou, dat denk ik. Want er zijn zoveel meisjes die mij en jongens die me al een DM-berichtje hebben gestuurd. Die is opgevallen. Ik ga er ook niet te veel op kwijt als ik ga huilen. Maar het is uit tussen mij en mijn vriend. Dus vandaar dat ik even 2 weken afwezig was. En niet echt zin had om een vlog op te loaden. Omdat ik er een beetje depressief uitzag. Dus vandaar dat we wat hebben gewacht. En nu we in China zijn, hebben we lekker afleiding. En gaan we richten op de leuke dingetjes. En ja, voor de rest wil ik er ook niet heel veel over kwijt. Want het is toch iets te privé. Ik weet dat we heel veel delen. Maar dat wil ik liever niet delen. Nee, dus that's the reason. Maar we zijn weer terug. Dus ja. Welkom bij onze nieuwe vlog. We zijn een avondje naar de superclub gegaan met vrienden en familie. Ja, en we hebben de verjaardag van een hele lieve Sky. Van onze Harley, van onze make-up artiest. Die wordt 6. Een hele leuke verjaardag. En een heel leuk thema, dus blijf kijken. En Marie heeft haar make-up tutorial opgenomen. Dus ben jij benieuwd? Like hoe ik mijn make-up doe, blijf dan deze vlog bekijken. En dan geef ik je alle tips en tricks hoe ik mijn make-up en mijn eyeliner zet. Dus keep watching. Subscribe. Love liners. Mwah. Maar heb ik helemaal geen eyeliner gezet? Heb je geen eyeliner gezet? Lijkt me wel, toch? Ja, is jouw make-up tutorial. Dus niet te zeggen. Zo, out of work. Kapot. En we gaan nu tanken naar mijn huis omkleden. Wat een kwaltje ben ik echt. Superclub, here we go. Superclub, you come. You come. Ik was erin. Ik ook. Ik weet toch niet wat ik kan verwachten van Superclub. Ik heb honger. Ik ben heel langzaam als ik van de kamer. Dat zou jij mee vast. It's never too late. Ik moet wel even straks mee met tanken, want ik heb niet met mijn nagels met tankpas eraan. Je mag ook wel zelf filmen hoor, Jan. Ik heb mijn haar vergeten te borsten. Oh, daar kun je niet filmen. Ja, dan heb je net gedoucht. Dan denk ik, jezus, hebben ze allemaal lang haar in die familie al die neefje, hè? Echt, hè? Ja, hè? Zit wel in de familie al het lange haar. Zijn moet scheren. Nee. Maar ja. Zoveel honger al? Zo, nooit, hè? Ah. Zo, wat een week. We hebben echt de pittigste 2 weken gehad. Ja, dat is geschiedenis. Uitleveren. En nu gaan we het weekend vieren. We gaan even het weekend vieren. Superclub. Eerste keer superclub voor jou. Ja, ik weet niet wat ik. What are your expectations? Nou, expectations. Ik vind het zo tent. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Ja, het is heel vet. Het is zeg maar 5 gangmenu. En eerst krijg je natuurlijk je, hoe noem je het nou? Eerst entree. Ja. Dan een act. Amuse. Ja. Dan weer iets. Dan weer hoofdgerecht, een act. Hoofdgerecht, nagerecht. Ja, dat allemaal. En dan elke keer daartussenin krijg je dus een bepaalde act. Dus als je voor het eerst een date hebt en je mag elkaar niet, zie je erg lang. Wat heb je? Nee, dat is wel vet. Dus ik ben er een paar weken geleden heen gegaan voor de eerste keer. En toen was ik zelf wel niet geraakt op het. Wat is hier gebeurd? Zat hier helemaal boven me aan. Wachten. Ja, het staat helemaal nergens. Wat gaan jullie doen? Oh, naar links. Ja, maar die is altijd Mike Tyson als ze aan het rijden is en iemand doet niemand zo. Nou, hier heel plezierig. Een liefst redt ze het ruim naar beneden en zegt ze: oh, brood! Ik ben een beetje stuk, hè, camera? Wee, joh. Nee, joh. Helemaal niet. Ik stond even lekker muziek luisteren zonder jullie. Zo, ik ben net thuisgekomen met Jan en ik heb me snel omgekleed. Ik draag een Zara jumpsuitje met een hele grote strik. Met pofmouwtjes. En dit is dan gesmokt. Die vind ik echt geweldig leuk. En dan heb ik even mijn Fendi earring en earcuff ingedaan. En mijn haar even in de middenscheiding. En dan ben ik er klaar voor. En aangezien de subclub toch je schoenen uit moeten. Begin van de avond. Ga ik niet op hakken, dus dat is ideaal. Dus ik heb gewoon mijn jasjakketjes aan. Ik heb alleen geen klein tasje, dus ik hoop maar dat Sjoe iets mee heeft. Dus ik ga nu op zoek naar een klein tasje. Ik heb denk ik wel een soort CVC-tasje. Ik ga even zoeken. We are ready to rumble. Ik heb mijn outfitje aan. En Jan is ook ready. Jongens, zeg even om los haar in of knotje. Nee, wat ik moet doen. Of ik het afscheer of ik het laat. Nee, sowieso niet afscheren. Nou hoef je niet eens, dat is zonde. Nee. Ik heb geen jas aan, dus ik ben echt een badass. What a badass, you got no jacket on. No. Oké. Jan heeft gevraagd of hij zijn haar moet knippen of lang. Nee. Nee. En ik denk dat als wij een poll houden, dat alle dames ook zeggen dat hij gewoon zijn haar lang moet houden. Maar wie weet zijn wij de enige die het wel leuk vinden, maar ik denk het. Ja, want ik vind persoonlijk lang haar leuker. Sowieso in het algemeen. In het algemeen, ja. Ja, ik ook. Als je altijd lang haar kan hebben, net zoals de vrouwen, sorry. Maar we dan gaan dan altijd voor lang. Waarvoor zou je het dan knippen? Ik zou het niet weten. Ja, met lang haar kan je het leuk
heel strak naar achter doen. Of lekker loslaten. Of onder een bedje. Of in zo'n staartje wat Jan heel vaak heeft. Staartje? Even knotje. Een knotje vind ik ook heel leuk bij hem staan. Strak. Dus nee Jan, je gaat niet je haar afscheren voordat wij naar Ibiza gaan. Nee. This is in the building! With a very nice cleavage! Yes! I thought fuck it, you know? Fuck it, you have it, so rock with it. Jules zei dus dat het best hard was, dus daarvoor ben ik ook bezig. Ja, ik heb er helemaal niks aan, kijk. Lekker Loes, je hebt niks aan! Nee. Waar kunnen we het beste parkeren? Dit is single, is het? Dit conservatorium. Oh, pak je micro, snel gewoon. Gewoon de suite in. In de single. Ik weet niet waar het is. Ik veel. We zijn op tijd! Loes is very hot today. So if you don't find a boyfriend tonight, I don't know anymore. Als ik hem nu niet vind, ben ik het ook niet meer. Oh, we hadden hier ook gewoon een rijbeperk. Oh, we gaan daarheen rijden. Eigenlijk moeten we nu gewoon een halve kilometer lopen. 500 meter toch alleen? Dus een halve kilometer? Ja, maar dat is heel weinig. Nou. 500 meter. Ik wil zeggen, wij zitten, maar wij liggen. Wij liggen. Wij liggen lekker. En ik heb het. Ik heb hem ook koud. Heel hard. Kom maar. Hebben jullie sushi gezien daar die daar staat? Op onze voeten. Ik moet echt zeggen, Jan, ben zo blij dat je ons hier hebt meegenomen. Applaus. En wij hebben al sushi. Hoe leuk. En wie zijn we hier aan het vergeten? Hoi hoi. Loesje. Hoi hoi. Hoi hoi. We zijn in Tokio. Jan had dus daar van die idee om naar de superclub gegaan. Eerst zou jij alleen met Jan gaan. En toen ging toch Loes ook mee. En mij ging ook mee. En toen dacht ik, ik ga dan ook gewoon mee. En dan gaan wij dan een keer naar Amsterdam. Dus we zijn gezellig met z'n vijf uit eten gegaan bij de superclub. En je kan heerlijk liggen op een soort van bedden. En dan wordt er automatisch eten uitgeserveerd terwijl je ligt. Dus je kan liggend eten. En ik krijg heel veel performance. Nu waren we voor de Gay Pride. Dus we hadden heel veel Gay Pride performance. Dus het was iets extremer dan normaal, maar super gezellig. Ja. Net alsof je in het buitenland zat. Omdat zo... Ik wil lekker je schoentjes uitdoen. We hebben nooit hakken aan, dus dat is ideaal. En ook wel twee goede sokken aan doen. Sokken aan. Dus dat is wel goed om te weten. De eerste keer was het wel echt een leuk iets. Het was een superleuke avond en superleuk iets. Dus we hebben super gezellig gehad. Oké. Okay. Oh, hij zit helemaal los. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb hem laten vallen. Ah. Maar het is echt alleen dit stukje. Ik heb het gezocht. Het is alleen dat pinnetje. Dus moet even... Oké. Okay. Sorry, want ik was een beetje in... Hij was uit de oplader gevallen. De batterij. Nee, ik had laatst een poll gedaan op mijn Instagram met shall I buy it or shall I buy it not? Ik heb het dus gekocht voor de mensen die vroegen. Oh my god, hij draait weer helemaal om. Oh, ik moet gewoon vasthouden. Maar ik en Marie gaan nu naar Sky de verjaardag. Sky is nog niet jarig, maar omdat wij volgende week naar China gaan, hebben ze het verplaatst. Niet alleen voor ons, maar ook voor andere mensen. Maar super lief, dus we gaan daar nu heen. We hebben hele leuke Rijntje cadeautjes ingepakt voor Skytje. Dus daar gaan we nu heen. Het is warm weer, maar niet zonwarm. Nee. Dus ik heb gewoon mijn Versace blouse aan. Met een spijkerbroekje, mijn Louis Vuitton tas. Marie heeft een shirtje aan, spijkerbroekje. Jasje. En we rocken onze nieuwe shoes. Ik wil ook nog die nieuwe schoenen van jou even pikken. Die Gucci's, 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 Gucci's. We zijn nu onderweg. Oh, wat ben je beeldig met mama? Mermaid. Mermaid. We zijn op de verjaardag van Sky. Ja, jij moet ons nog pakken. Pas maar op. Nee, ik kan ook niet in deze outfit. Nee, het is te beeldig, te beeldig. Mermaids! IJsjes! Lekker Sky? Mary zei eerst alle kindjes. Nou, wie heeft ons eerst een ijs? Lekker? Marie. Lekker van je ijsje. Nee! Oh, Shippie, lekker? Lekker, hè? Ja? Nou. Wil je bij jullie slapen? Ja? Jouw vriendje! Verliefd op jullie. Eerst was je nog verliefd op Romy. Nu niet meer. Zo snel gaat dat. Zo snel gaat dat. Ik ga bij jou slapen. Oh, je gaat ook bij Romy slapen. Oh, dat wordt een gezellige boel. Wat een mooie taart.
trouwens in hier staan. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is Sky. Ja! Hoe was de verjaardag van Sky? Hardy had een heel leuk thema bedacht. Zeemermin party. Ze waren hele op en top. Je shirtje niet. Sorry. Ze waren op en top helemaal aangekleed als mermaid. En ze hadden een taart als mermaid. En Mary kwam langs. Die had voor onze donuts regeld met ijsjes met zeemerminnen. Dat was super gezellig. Dus. En ze had heel erg massa van het weer. Want het was die week precies mooi, slecht, mooi, slecht. En daarna was het echt... Ja, ging je naar beneden. Dus, heel gezellig. Dus, heel gezellig gehad. We hebben natuurlijk Reiners gegeven als cadeautje. En die Sky is heel erg goed verwend. En ze is alweer 6 jaar geworden. Ankara-Japan. Dus het gaat super snel. Waar zijn we? We zijn aangekomen in Hongkong. En wat doen wij in China? Wij doen hier onze productie voor ons merk Reinders. En wij zijn nu bezig met volgend jaar zomer. Winter. En winter. En winter. Dus volgend jaar zomer zijn we alles aan het doorpassen. En wat er moet worden veranderd. Die hebben we al gemaakt. Die hebben we al gemaakt. En we hebben hele leuke dingen toegevoegd. Wat kunnen we helaas nog niet zeggen. En van de wintercollectie zijn we nu mee bezig. Dus daar hangen alle samples. Moeten wij doorpassen. Dus we zijn in China voor werk. Niet als vakantie. Nee. En natuurlijk gaan we wel even soms even relaxen na zo'n kantoordag. We gaan even lekker naar het zwembad. En even gewoon winkelen. Maar dat is altijd in de avond. Dus we hebben heel gezellig ook altijd wel leuke avondjes erbij. Wat is er met onze camera gebeurd? Ja. Nou, ik liep hier dus in Hongkong. En toen is er een of ander debiel die mij gewoon vol op mijn schouder raakte. Dus de camera vloog over Canton Road. En toen heb ik er helemaal uitgescholden. Ja, maar het was wel eerder kapot. Ja, oké, maar nu is hij extreem kapot. Dus we moeten even schroefjes en anti-inch. Nou, we hebben één schroefje wat los is gelaten, waardoor het schermpje een beetje kantelt. Dus dat is eigenlijk snel gewoon goed op te lossen. We zijn gewoon lui om iets te halen. Nou, lui, we hadden druk met werken. Ja, dus we moeten eigenlijk vandaag eventjes naar de camera winkel. We hebben helaas niet onze nieuwe Gucci schoenen mee. Wat we wel hier in China hebben gekocht. Een heel ander dingetje. Jeetje, dit licht is echt zo slecht. We hebben de Lulu bag in crème gevonden. In een outlet store. Heet hij zo, Lulu? Ja, het Lulu. Hij is met zilver. Hij is wat witter op de counter. Maar hebben we nou zwart ook met zilver? Ja. Hij zit echt wat crèmiger. Precies onze kleur crème van de Reims collectie. Dat hebben we hier gekocht. Je hebt hier een outlet dat heet Hanna. En soms heb je echt mazzel, zoals nu. Dat het heel verschilt in Nederland. A little present for our mother. Yes. Nee, zeg nou niet dat het is. En we hebben hele leuke Fendi earcuffs. Ja. Gekocht. Maar dit ga je allemaal zien in de volgende week vlog. Maar laat je ze nog even zien. Die stomme Fendi earcuffs zijn dus in Nederland op Europa zit uitverkocht. Dus de eerste hebben wij gekocht in Moskou. Ja, met Kootje. De tweede hebben wij gekocht in Rome. En de derde hebben wij gekocht in Hongkong. Dus alle drie niet in Europa. En Marie heeft nu een hele mooie zwarte nieuw gekregen. Van Dennis. En ik heb nu mijn middelmaat gekregen. Black one. Hij laat niet. Ja, je moet iets dichterbij houden. Wacht. Yay! Yes. En ik heb nu de middelmaat gekregen. Wat ook. Shit. Waardoor ik nu... Oh! Oké, nou jullie weten de earcuffs. Dus jullie hebben ze elke dag in. Waardoor ik nu dus 3 onder elkaar heb. En dat past gelukkig net in mijn oor. Ik kan ze niet zo snel in doen hoor, wat jij doet. Dus dat is wat we tot nu toe hier hebben gekocht. We zijn nog niet helemaal losgegaan. Maar ja, we hebben toch wel al een tas gevonden. Dus dat is toch al heel erg leuk. Kijk, ik zal het even laten zien. En ik heb er 3 in. Maar die is nog bezig met de eerste en ik heb er al 3. Ja, hoe kan je nou 3 in hebben, joh? Kijk, dus nu heb ik van de klein, midden, een groot. I got a whole ear. Dus nee, de Gucci schoenen kan ik niet laten zien met die stenen, maar wel wat we tot nu toe hier hebben gekocht. Ik ben de earcuff zitter. Oh. Oh, hij zit nog niet vast. Jezus. Nou, dit is leuk van de vlog. Kijk. Tadaa! Tadaa! Erg beeldig. Veel, heel erg beeldig. Dit en onder andere zie je meer hoe we dat kopen in onze China vlog. Oké, good morning. Dit is niet het beste licht wat ik maar kan wensen, maar het is tenminste wel wat. Sjoen en ik kregen de laatste tijd heel veel vragen over onze make-up, wat onze dagroutine was en wat we allemaal gebruiken. Ik heb het heel lang geleden ooit 1 keertje gedaan. Inmiddels is mijn wijze van make-up ook weer veranderd. Ik gebruik ook weer andere producten. Dus vandaar dat ik dacht dat het leuk was om deze ochtend even jullie mee te nemen met wat ik allemaal gebruik. Ik heb zelfs nog een slaapstream in mijn gezicht en dat krijg ik maar niet af. Dus jullie denken, wat is dat? Het is mijn slaapstream. Mijn nagels zijn lekker mooi gedaan. Heerlijk. Ik begin nooit met een dagcreme. Heel slecht, ik weet het. Maar ik heb het gewoon niet. Dus ik ga hem ook niet opeens gebruiken voor de vlog. Voor de tutorial van de make-up of Mary. Ik gebruik foundation van MAC Studio Fix. NC35. Yup, yup. Ik heb hier een nieuwe gekocht. Dat is heel chill. Ik breng mijn foundation aan met een kwast. Nu mijn vingers. En deze kwast is het. Dus de 170, voor mensen die het willen weten. En aangezien ik geen dagcreme gebruik, is omdat ik altijd heel snel glim. Als jullie een tip hebben wat voor dagcreme ik wel kan gebruiken waar ik niet zo door kan glimmen, dat zou heel fijn zijn. Ik heb het gevoel dat ik een dagcreme gebruik dat mijn make-up sneller eraf is. Ik duw eigenlijk mijn foundation van wang en mijn neus. Dan lijkt het echt een hele andere kleur. Maar het is wel echt mijn huidskleur. Even wakker worden.
En ik begin meestal de ochtend zonder eyeliner. En ik ga vanavond uit. Dus dan doe ik altijd mijn eyeliner pas dan. Want als we een hele dag zitten gaat het toch wat minder vaag en viezig worden. Nou, nu verdeel ik eigenlijk gewoon alleen mijn foundation heel gelijk. Ik heb niet zo heel veel nodig, vind ik altijd op zo'n kwast. Maar zo'n betere manier is dit, dan hoor ik het ook graag. Niet altijd komt er iets uit. Ik doe het meeste onder mijn wangen en mijn ogen en een beetje op mijn voorhoofd. Mijn leven zonder concealer bestaat niet. Zo, dit is stap 1. Mijn foundation is on. En heel veel mensen vragen ook welke kleur nu gebruik jij. Maar dit is natuurlijk op mijn kleurhuid gebaseerd. Dus je kan altijd naar Harley. Je weet echt van iedereen perfect wat ze nodig hebben. En die zal je dan ook echt adviseren wat jij graag wil. Oké, mijn next step is mijn concealer. Ik gebruik de NC20 van MAC. Pro Longwear heet het. En ik heb deze kwast ook van MAC voor mijn concealer. Eigenlijk laat ik alles me adviseren door Harley. Ik hoef niet heel veel na te denken. Dat is wel heel fijn. Ik breng ook een beetje aan op mijn kwastje. En verdeel het ook gelijkmatig onder mijn ogen. Zo. Eigenlijk in een driehoekje. En ik doe meestal ook een beetje op even mijn neus, kin en mijn voorhoofd. En ik hou van een lichte concealer als je het echt te heftig vindt. Kan je natuurlijk een kleurtje donkerder gebruiken. En daarna gebruik ik mijn blending sponsje om het goed te blenden. En Harley heeft nog concealer poeder wat je hierna overheen gooit. Om mooi die pori ook te verwijderen. Maar die is helaas nog niet binnen. Dus normaal doe ik er ook nog een poeder overheen. Dan is het een helemaal mooi geel. Zal ik even onder een vlog even zetten welke dat is. Ik ben even de naam vergeten. Dan valt het zeg maar nog minder op als je dit te veel vindt. Zo. Zie je hier van ver af beter. Ik heb nu mijn concealer uitgeblend. Soms als ik nog een beetje wallen zie, dan ga ik nog een beetje onderdoor. Zo. Stap 2 is ook Voltoid. Zie je nu dat ik mijn blending goed heb gedaan met mijn concealer? Zie je nergens meer lijnen of plukjes. Dan, normaal zal ik dan bladpowder gebruiken. Die is helaas op. Bladpowder is echt voor materen. Dat doe ik ook voor mijn concealer. Maar ik heb nu eventjes van Chanel even een alternatief. Matte Lumière. Ik doe nummer 30 beige. En dat ziet er ook zo uit. Een boeletje. En die gooi ik even voor de time being nu overheen. Nou, dan de belangrijkste ever. Mijn wenkbrauwen. We hebben natuurlijk altijd heel veel commotie over gemaakt. Dit zijn mijn natuurlijke wenkbrauwen. Maar ik zelf vind het begin dus te weinig. Dus ik heb wel nu een oplossing gedacht. Ik ga in oktober een microblading doen. Ik heb er denk ik al 2 jaar onderzoek naar gedaan. Ik heb nu eindelijk iemand gevonden dat ik denk dat ik goed genoeg vind. Dus dit ga ik ook met jullie natuurlijk filmen en laten weten hoe mijn ervaring hierbij is. Maar we hebben eerst onze shoot begin oktober. Dus ik doe het lekker daarna. Want het moet natuurlijk ook nog helen. Ik gebruik deze MAC 208S. Heel klein schuin kwastje. En dan met deze poeder Deep Dark Brunette. Nou, het is geen poeder, het is liquid eerder. En dan kan ik niet zo goed als mijn visagist Harley. Maar de bedoeling is eigenlijk, ik maak het altijd het kwastje wat platter op mijn middels van mijn hand. Dan zijn die streepjes wat dunner. En de bedoeling is dus dat ik streepjes ga maken. Zie je nu deze 4 streepjes? En dat doe ik eigenlijk met mijn hele wenkbrauw. Soms de ene dag is het beter als de andere dag. Maar dit is al het beginnetje wat ik creëer. En met de rest wat ik op mijn hand heb, vul ik mijn wenkbrauw eigenlijk in. Ook soms dagen dat ik niet mijn wenkbrauwen doe. Maar vakantie bijvoorbeeld of een strand. Maar meestal doe ik het wel echt als ik naar buiten ga. Maar dat is wel handig aan microkleding. Dan hoef je die streepjes nou weer zelf te tekenen. Die zitten er dan op. Dus eigenlijk het verschil van mijn 2 wenkbrauwen. Doe nu deze kant. Heb ik ook weer streepjes getekend. En op zich heb ik niet heel erg lang. Meestal ben ik weer een kwartiertje klaar. Meestal zit het eigenlijk in mijn wenkbrauwen. Omdat ik die altijd wel gelijk wil hebben. En de ene dag gaat het beter dan de andere. Dus sommige dagen is het wat donkerder. Andere dagen wat lichter. Hier vul ik dan ook even een beetje mijn haartjes op. Het één kleur is. En mijn eyebrows are on fleek. Vind ik dan, hè? Waar ik nou dit dopje heb gelaten. Oh, hier. Dus mijn eyebrows zijn weer terug. Nu heb ik ook iets nieuws van Harley gekregen. Om iets meer contouren te doen. Maar ik ben er nog niet echt een pro in. Dit is Studio Fix NC46. Hij is wat donkerder. Soms wil ik dat dit stukje wat smaller is. Je hebt echt een heel klein beetje nodig. En dan ga ik hier dan een beetje contouren. Zie je echt het verschil van aan deze kant. En aan die kant. Ik zelf vind het echt veel mooier. En heb je ook wel weinig rouge nodig. Bij mij gaat rouge altijd naar het einde van de dag een beetje weg. Dus ik vind het echt chill dat dit er gewoon de hele dag goed blijft. En je dan niet zo heel veel rouge meer nodig hebt. Dat doe ik ook een beetje om mijn voorhoofd om die iets kleiner te maken. En een beetje op elkaar klein. Ik krijg een wat scherper gezicht. Vind ik mooier. Ik heb mijn neus. Zo. Dit is mijn contouring. Zie je het hier wel heel goed. En dan blijkt het wel gewoon een blusje voor op mijn wangen. Het nummer is vervaagd. Dus dat is niet heel handig. Maar ook van MAC. En ik zal het even aan Harley vragen. Die weet vast wel wat ik gebruik. En die doe ik eigenlijk op het begin van mijn contouring. Als ik nog een beetje roze wangetjes heb.
Dan mijn highlighter. Ik gebruik nog steeds mijn highlighter van MAC, Soft & Gentle. En ik heb ook een goud kleur. Vind ik ook heel mooi. Als ik meestal grijze tonen aan heb, gebruik ik meestal zilver en crème tonen goud. Met zwemkleding. En normaal heb je daar een kwastje voor, maar ik gebruik eigenlijk gewoon het topje van mijn vinger. En breng mijn highlighter aan. Ik vind het gewoon chiller. Hij lijkt op een vliek. Mijn highlighter. En die gebruik ik ook een beetje op mijn neus. En op mijn bovenkant van mijn lippen. Ik denk dat net het glimmertje ziet van weer af. Als laatste gebruik ik voor mijn wenkbrauwen wenkbrauwgel. Dit is gewoon clear, dus het is eigenlijk bruin geworden van mijn wenkbrauwen. En dan breng ik de haartjes omhoog. En zo is die slaapstiep in mijn bak. Dan breng ik mijn eigen haartjes allemaal omhoog. Vind ik mooier. Zo. Dan doe ik altijd eerst, voordat ik naar mijn ogen begin, een fixspray op. En ik heb dan een matterende fixspray van MAC. Fix mat. Omdat ik heel veel glimmer, die moet je dus schudden voor gebruik. Anders krijg je vlekken. Eén keer vergeten, doe ik nooit meer. En dat doe ik altijd zo. Zo blijf je make-up de hele dag beter zitten. Dit is echt de beste tip die ik ever heb gekregen. Love it. En dan, last but not least, de mascara. Die breng je, ja, dat is niet eigenlijk een speciale manier hoe ik het doe. Dus je ziet nog allemaal die natte dingetjes op mijn gezicht van die fixspray. Zo, enkel mascara. Ik doe nooit onderkant mascara, omdat ik altijd hele droge ogen heb en heel veel knipper. Anders krijg ik aan het einde van de dag allemaal zwart. Nou, ik heb wel eens betere mascara deze gehad. Zo. Mascara is aangebracht. Mijn laatste stap zijn mijn lippen. Dat vind ik altijd het belangrijkste. Maakt wel echt je make-up helemaal af. Ik ga nu even mijn lipstift pakken uit mijn tas en dan ben ik zo terug. Heel stom. Ik had ook gewoon de camera even uit kunnen zetten en nu weer terug kunnen komen. Laatste stap, mijn lippen. Ik gebruik nu op het moment lipstift Lady Be Good 107. Dit is een matterende lippenstift en dit blijft echt wel 8 uur zitten. Dus als je hem nu verkeerd zet, dan blijft hij echt verkeerd zitten. En daaroverheen gebruik ik mijn lipgloss van MAC Lust. Dus dat vind ik eigenlijk de perfect combination. Heel mooi nude. En ik teken mijn lippen altijd iets over mijn lijn. Aangezien ik vind dat ik soms een beetje zo'n mondje heb, dus ik wil hem iets breder maken. En dat doe ik door gewoon iets over de lijntjes te tekenen. Zie je? Het is een klein stukje, maar ik vind het wel een veel mooier gezicht. Nu zie je dat deze kant iets voller is dan deze kant. Ik hoef niet per se iets aan mijn lippen te doen, maar ik vind het wel soms mooier met een lipstift. Dat het iets groter lijken dan mijn lipstift. Ik vind hem echt zelf echt heel erg mooi. En dan moet je even laten drogen. En daaroverheen gebruik ik mijn lipgloss Lust. Ik zal even naar daglicht gaan. Misschien maak ik hem ook beter. Kijk hoe mooi. Ik loop nu een beetje meer mee voor het daglicht. Kunnen jullie mijn lipstift ook even beter zien. En mijn contouring en mijn highlighter zie je ook al veel beter. Je ziet hier dus echt mijn highlighter goed glimmen. En aan deze kant mijn contouring en mijn lippen. Die ik iets boven mijn lijntje heb getekend. Het kleine stukje. En dan mijn wenkbrauwen, die haartjes. Dus ik zelf vind dit echt een goede dagelijkse make-up look. Dit is eigenlijk wat ik elke dag standaard doe. En om het gaver te maken en iets extremer gebruik ik dan een andere kleur highlighter, wat goud. En mijn eyeliner natuurlijk voor de avonden. En soms dan een leuke kleur lipstift, iets donkerder. Maar ik ga gewoon nu naar kantoor, wat mijn laatste afspraak is. Dus nu hou ik het gewoon even basis nude. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik dacht, omdat wij zoveel vragen kregen op Instagram, ik had gevraagd wat jullie allemaal onder andere wilden zien. En dat was onze make-up tutorial. Aangezien ze natuurlijk niet echt in staat was om te filmen, dacht ik, ga ik eerst mijn make-up tutorial doen en daarna Julie. En ik zou dan deze look gaan filmen. Met de bruine ogen. Met de bruine ogen. Toevallig heb ik vandaag ook bruine ogen. Normaal heb ik gesproken elke dag gewoon. Ik heb jou geïnfluenced. Ja, geïnfluenced. En we hebben ook heel veel vragen gehad naar de hair tutorials. En hier buitenom willen wij met Harley vlogs gaan opnemen over het verschillende make-up styles, over ons haar. Dus laat hoe we ons elke dag stylen. Dus ook onder YouTube. Wat jullie graag willen zien. Op Instagram was het heel veel mijn halve knot, ons haar gekruld. Als extra vlog! En volume. Zoals nu zit er geen volume in Hongkong, maar dat is echt... Ik heb er wel al droog shampoo in gedaan. En wat we binnenkort ook willen gaan doen is microblading. Ja, dat is heel erg spannend. Maar we willen onze wenkbrauwen gaan microbladen. En we willen onze lippen gaan lipliner met een kleur invullen. Lichtpigmentatie. Lichtpigmentatie willen we bij Akasai doen. Ja. Dus dit gaan we allemaal voor jullie meenemen in onze aankomende vlogs. Keep posted. We gaan weer lekker door. With love. Met energie. From Hong Kong. Ja. Nu hebben we onze eerste paar dagen al gehad. Dit hebben we allemaal voor jullie gefilmd. Ook hoe we onder andere deze Yves Saint Laurent tas hebben gekocht. Ben je benieuwd naar de volgende week vlog? We gaan gewoon vanaf nu elke week weer gewoon een vlog uploaden. Wij zullen er niet meer eentje missen tenzij er weer iets geks gebeurt. Maar bij mij gebeurt er niks geks. Nee. Dus. With love. Kus. Mwah.